Hoi, welkom weer terug bij het volgende gesprek over revival op je werk met uh, Wim Kater. Hoi Wim. Hallo, we gaan nee, het denk. hebben deze keer over uh, uh, de reuzen die je ook tegen kan komen als je echt God gaat toelaten in je bedrijf. Als je echt opwekking wil in je bedrijf. Uh, reuzen, ja, is dat iets uh, wat echt een realiteit is? Wat jij veel ziet, ook ziet gebeuren, zeg maar, als mensen hun leven aan of hun bedrijf aan God geven? Nou, ik denk in alle nuchterheid, als we Jezus volgen, dan krijg je te maken met strijd. Hmm. Uh, als je nooit strijd hebt, dan moet je afvragen of je de goede kant op loopt. Uh, even in alle nuchterheid, want het woord van God laat dat zien. En ja, als je inderdaad uh, het gaat verbreden, oftewel je bedrijf ook, zeg van nou mijn heer, ik geef u de zeggingskracht over mijn bedrijf. Uh, het grappige is, krijg je dan meer strijd of realiseer, ga je anders kijken naar de realiteit? En ik denk dat het laatste belangrijk is. Hmm. En waar ik concreet aan moet denken, en ik hou graag ook van Bijbelverhalen omdat dat ook helpt. Als je nummer die 13 leest, zegt God tegen Joshua of tegen Mozes, verken het land wat ik je gegeven heb. Oftewel verken het gebied wat er jou beloofd is. Hmm. En we vergeten vaak, ook als we ondernemer zijn, dat onze onderneming vaak een belofte heeft. Uh, en dat we ons niet eens beseffen van we wandelen in de belofte. En dan kom ik terug even bij een van de kernteksten. Als je op God vertrouwt met heel je hart, dan baant hij voor jou een weg. Hmm. Ook business-wise. en um, Dus we kennen het land, even terug naar nummer 13. En dan zie je dat twaalf, ik noem het dan maar even ondernemers, die gaan hun gebied verkennen. Mm -hmm. En als ze bezig zijn met het gebied verkennen, en dat kan ook gewoon concreet zijn dat je door je bedrijf heen loopt, door je debiteuren, door je crediteuren. En dat je denkt van, uh, en dat voel je en dat gaat in je hoofd, ik zie een beer. Of ik zie een reus. Ja. Ik zie, dus je ziet, maar hoe zie je dan? Kijk je dan met de ogen van de belofte? Kijk je dan met de ogen van Jezus? Kijk je dan met koninkrijkse koninkrijksogen? Wat ik eigenlijk wil zeggen, kijk je met geloof. Heer, dit is het gebied wat u aan mij heeft gegeven. Mm -hmm. Dus deze blokkades, zijn dat nou blokkades die echt blokkades zijn? Of zijn dit opstapjes naar overwinning? Ja, dus precies. Een... Maar je, je kan natuurlijk inderdaad een situatie hebben dat, dat hey, misschien je hele team zich tegen gaat keren, Zal of kunnen. collega's gaan heel erg rebelleren. Zie je, hoor je dat soort voorbeelden ja. veel? natuurlijk. Maak ja. ik mee. Maar dat uh, is wel vervelend, toch? Als dat tuurlijk gebeurt. is het vervelend. Maar we bidden toch, geef ons heden ons dagelijks brood. Uh -huh. En het staat in de Bijbel dat hij ons de reuzen als brood wil geven. <laughs> dus uh, we vragen er ook om. En dit is een beetje met een glimlach, maar ook dat ik dat zeg. Uh, maar we moeten niet onder de indruk uh, raken van de reuzen. We als we met de ogen van Jezus kijken. Kijk naar David. Die keek met de ogen van Jezus naar Goliath. Dus die zag geen reus. Die zag een blokkade voor de doorbraak van het koninkrijk van God. Die zag dat de mensen meer onder de indruk waren van de omstandigheden. Meer onder de indruk waren van de situatie waarin ze zaten. Dan onder de indruk van God. Dus zijn wij, ook als ondernemers. Zijn we onder de indruk van God? Of van de omstandigheden. Dit is zo'n belangrijk uitgangspunt. Als dat zo is, ja, je hebt dan te maken met rebellie. Ja, je hmm. hebt te maken met klanten die ineens niet willen betalen. Hoe ga je daarmee om? Nou, heel praktisch. Jezus laat zien: spreek waarheid. Vanuit liefde. Dus ga het gesprek aan. Leg alles op tafel. Maar ga dat doen. Uh, en ik zeg altijd: ga eerst langs Jezus. Vraag of je gevuld mag worden met zijn liefde voor die mensen. Want als ik gevuld ben met liefde voor jou, Dick, dan spreek ik anders dan als ik gevuld ben met irritatie, misschien wel wrok, over een factuur die jij niet hebt betaald. Maar als ik ga langs Jezus ga en ik zeg, Jezus, ik ga het hebben over die factuur, dat weet u, maar vul mijn hart nu met liefde voor, voor Dick. En ik vraag u ook dat u mij wijsheid geeft om in liefde de waarheid te spreken, zodat er gerechtigheid komt rondom die factuur. Dan is één ding zeker, dan ga ik anders dat gesprek in, hmm. ongeacht hoe jij erin zit. Dan ga ik anders praten. Maar dan ben ik ook gefocust dat jij nog meer van de liefde van Jezus gaat ervaren. Na, en dan weet ik, die factuur ga je toch wel betalen. En als je dat niet doet, dan hebben we een ander gesprek. Mm -hmm. Dan hebben we weer een eerlijk gesprek. Maar dan, dan blijf je waarheid spreken. En vaak wordt gezegd: ja, maar als je iemand lief hebt, dan, dan, dan neem je die factuur voor lief. Nee, waarheid. Mm -hmm. Gerechtigheid waarde, hoort allemaal bij liefde. Dus de liefde hoort erbij, maar die is niet soft, die is wel zacht. Zacht in, in de bewoording, maar die is ook duidelijk. Mm -hmm. Dus liefde en waarheid. Zo kun je omgaan met beren. Mm -hmm. En soms heb je ook te maken met. Zie je echt... dat dat vaak werkt? Deze, deze... Absoluut. Ja, absoluut. Dus heel vaak zie je dan mensen die misschien half in paniek naar jou toe komen. met een storm op hun werk. en die passen dit bijvoorbeeld dan toe. Of ja. die zijn dan, dan zie je, in de meeste gevallen gaat het dan weer weg. Tuurlijk. Dat zijn de principes van het Koninkrijk. Oké, okay, ja. Dat die werken. Ja. En uh, soms is het overwelming. En je hebt als ondernemer vaak een plek van eenzaamheid. Mm -hmm. Daarom is het ook belangrijk om elkaar te ontmoeten. Uh, en dan helpt het gewoon, weet je, dan, dan bellen we. Ja. Dan zeggen we in Jezus' naam: storm, ga liggen. Uh, en die machten en krachten, die, die manifesteren zich. Mm -hmm. Maar dat is ook om, om sterk te worden in Jezus. Ja. Dus we moeten niet onder de indruk zijn van die machten en krachten. Mm -hmm. uh, en ik kom zo nog even terug op machten en krachten. Maar we moeten ons focussen op Jezus. En machten en krachten, mind you, die zijn real, mm -hmm. die zijn echt. Uh, in de hemelse gewesten, daar strijdgaande. strijd gaande. Maar weten we dat we met Jezus Christus gezeten zijn op een troon om te regeren over machten en krachten? Ja. Oftewel, uh, Dick, als jij wandelt, kijk je dan vaak onder je schoenzel? Nee. Uh, als je iets eng vindt, kijk je dan onder je schoenzel? Nee. Nee. Wat doen we heel vaak? We gaan onder onze schoenzolen kijken naar die demonen en naar die machten en krachten. <laughs> en dan zijn we onder indruk, want die zijn aan ons onderworpen. Ze zijn aan Jezus onderworpen. Yeah. En dit is niet een woordspelletje. Dit is de realiteit van het Koninkrijk van God. Mm -hmm. Wij zijn met Christus gestorven en met Hem opgestaan in een nieuw leven. We zijn met Hem gezeten op een troon. Zegt het woord van God. Yeah. En als dat de realiteit is in je business, mm -hmm. dan ga je anders kijken naar die macht en krachten. Oh, daar heb je hem weer. Yeah, yeah. Ik ga je niet eens aandacht geven. Of zoals ik zelf een keer heb gedaan: uh, Satan, dank je wel. Dat je bevestigt dat ik op de goede weg ben. En gelijk was de strijd over. Wauw. Hey, maar um, uh, uh, heb je, heb je, zijn er ook wel eens momenten dat je bijvoorbeeld. Vind je dat je altijd full on moet gaan, zeg maar? Of zijn er ook momenten. Stel dat je bijvoorbeeld bidt voor mensen op je werk. En uh, er, er komt heel veel verzet tegen. Moet je het dan bijvoorbeeld de volgende dag weer doen, bijvoorbeeld? Nee, je moet. Kijk, uh, het moet niet een soort mantra worden. Hmm. Uh, dus ook op je werk. Kijk, sowieso. Uh, vind ik ook dat, en dat vind ik wijsheid, mm -hmm. kijk, als er een issue is, dan moet ik niet als eerste zeggen, hé, hey Dick, we gaan eerst bidden. Want dan denk jij van, hé, weirdo, we hebben een issue, hoor. dan moet je niet gaan vergeestelijker. Nee. Uh, dan moeten we gewoon dat gesprek voeren. Sowieso, wat is bidden? Kijk, als wij nu het gesprek voeren, vind ik ook, als we dat doen voor het aangezicht van God, is ook bidden. Bidden yeah. is praten met God. Dus ik bid ook veel met mijn ogen open. Um, en daarnaast, wees je bewust van de juiste timing. De heilige geest geeft ook timing. En die ja. timing kan duidelijk worden door vrede in je hart. Of dat rare gevoel van: het wil nog niet. Dan zeg ik heel vaak: Heer, is nog niet de juiste tijd. Dan hou ik nog even mijn mond. Kijk, mijn ziel kan zeggen: het moet nu, het moet nu. Als ja. ik nu niet aanpak, dat kan je ziel zeggen. Ja, ook ja. afhankelijk van je karakter. Ja. Als je zegt: nee, ziel, be still en nou dat hier is Lord. Mm -hmm. Dan train je je ziel ook om zich te onderwerpen aan Jezus. Dat is gewoon heel, heel praktisch. Ja. En dan ga je niet vanuit je ziel... die loopt te wieberen op uh, wat er allemaal om je heen gebeurt. Uh, maar dan zeg je... Heer, wat is de juiste tijd? En hmm. ben ik ervoor geroepen of mag ik iemand anders vragen? Hmm. En dat is... Daarom is het eigenlijk zo eenvoudig. Herken de stem van God. Luister naar de stem van God. En doe het. En doe het op de timing die hij geeft. That's it. Fantastisch. Wauw. Supermooi. Nou, bedankt Wim hiervoor. Erg mooi. Uh, ik hoop ook thuis uh, dat je er ook echt iets aan hebt en dat, uh, dat het je ook helpt om inderdaad niet onder de indruk of geïntimideerd te zijn door je omgeving of op je werk. Maar uh, uh, dat we echt onze ogen op Jezus richten en dan uh, gaan er mooie dingen gebeuren. Amen. Uh, de volgende video uh, uh, die gaat over de autoriteit die we hebben gekregen. Dus die komt de volgende keer terug. Doeg, doeg.